echt fantastisch. De opkomst was zo groot, dat had ik me echt niet verwacht. Ik en mijn vriendin hebben samen een Facebookpagina opgericht. En we kregen wel aanmeldingen. We stonden volgens mij op 85 aanwezigen. Maar uiteindelijk, ja, volgens mij zijn er wel 500 geweest. Het mooie is dat er zoveel talent hier uit plaats Lichtenvoorde en omgeving is. Ze hebben echt een heel mooi spektakel neergezet. Veel muzikaal talent, heel veel mensen die erop af zijn gekomen. En dat op een dag waarin er zoveel in de wereld gebeurt. Het is fijn om het op deze manier te kunnen afsluiten vandaag. Wat vind je het belang hiervan, dat de Passion ook zo in Lichtenvoorde wordt gehouden? Nou, ik vind het verhaal van Jezus, natuurlijk het geloof, gaat steeds meer op de achtergrond verdwijnen. En het verhaal van Jezus, ik vind dat eigenlijk iedereen dat moet kennen. En wij hebben er nu een eigen tijds draai aan gegeven door muziek en het verhaal te combineren en in een nieuw jasje te steken. Dus dat vind ik ontzettend leuk. Passion is nationaal, met Jeroen van Koningsbrugge is geweest, Xander de Boussonnier is dit jaar, Judas. Ja, jullie hadden jullie eigen cast. Ja, klopt. Wij hebben een beetje bekende mensen uit omstreken gevraagd. En ik denk dat dat juist voor het publiek heel aantrekkelijk is. Omdat ze die mensen kennen die op het podium staan. Bent u de nieuwe Jeroen van Koningsbrugge? Niet de nieuwe Jeroen, maar ik overtroef hem natuurlijk aan alle kanten. Nee, maar het gaat meer om die Judas. En Jezus, was u op het lijf geschreven? Ik had me eigenlijk eerst voor Judas opgegeven, maar toen werd ik eerst reserve Jezus, maar nu ben ik ineens Jezus. Dus het zal wel goed komen. Het blijft toch een stukje toneel, maar we zijn allemaal een beetje Jezus. Hè? Bent u een beetje trots op uw gemeente dat dit zo georganiseerd wordt? Ja, heel erg trots, heel erg trots. Het initiatief dat opgepakt is, de kerken die dat samen hebben gedaan. En ook niet te vergeten het Marianen met alle leerlingen. Een fantastisch koor noir, met elkaar een heel mooi spektakel ervan gemaakt.